3, 2, 1, go. Gaan, gaan, gaan. Meisje Jamila, je bent aangehouden op verdenking van het verduisteren van de schilderij de Nachtwacht. Zo. Oh, jullie hebben me besteld te pakken. Je geeft gewoon toe? Ja, dat hoor je toch? Nou, mag ik me eerst nog even aankleden? Nee, nee, meekomen, nu. Kom, we zijn te laat. Goedemiddag. Welkom in ons prachtige museum in Zapperdam. U weet het, de afgelopen weken was de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, het beroemdste schilderij ter wereld, hier achter mij aan deze muren te bewonderen. Maar tot onze verbijstering en afschuw is dit schilderij vannacht gestolen. Hoe kan... Mevrouw, was jullie bewakingssysteem wel op orde? Uiteraard. Zeker sinds wij de Nachtwacht in bruikleen hebben, zijn wij helemaal up-to-date. Zijn er sporen van braak? Nee, anders was ons geavanceerde alarmsysteem natuurlijk ook direct afgegaan. Weet u dat zeker? Heel zeker. De Nachtwacht lijkt in rook te zijn opgegaan. Het is heel vreemd, maar het is waar. Met wat er nu gebeurd is, zou u kunnen stellen dat het misschien toch niet zo'n heel goed idee was om zo'n belangrijk kunstwerk in, met alle respect, zo'n onbenullig museumpje te hangen? Onbenullig? Zo zou ik het niet willen noemen. Dat snap ik vanuit u gezien. Maar misschien bent u ook niet de meest aangewezen persoon om zo'n grote verantwoordelijkheid te dragen. No offense, maar de Nachtwacht is toch heel wat anders dan al die andere schilderijtjes die u hier normaal heeft hangen? Goed. Dit was alle informatie die ik op dit moment kon geven. Op het moment dat we meer informatie hebben, hoort u natuurlijk direct van ons. Goedemiddag. Mevrouw, hallo, mevrouw. Hey. Heftig zeg, de Nachtwacht gestolen. Hey, ik bedenk me nu, jij was vorige week nog in dat museum. Ja, ja, klopt, ja. Ja, heel toevallig. En afgelopen nacht was je ook al niet thuis. Ik zou bijna denken dat jij er iets mee te maken hebt. Ja, hè? Ja. Ja. Geen verder commentaar. Excuus. Oké. Mevrouw Kiem, mijn geen naam commentaar. Is Lucas Rademaker. En ik ben geen journalist. Ik ben de rechercheur die dit onderzoek gaat leiden. Wie? Jij? Goed idee om elkaar te tutoyeren. Want wij gaan immers de komende tijd heel nauw met elkaar samenwerken. Oh ja? Ja, ik neem aan dat wij allebei willen dat deze zaak op tijd wordt opgelost. Ja, uiteraard. Loop maar even mee naar mijn kantoor, dan kunnen we rustig praten. Goed. Sorry dat ik een beetje kortaf deed net. Dat geeft niet, ik snap dat je gestrest bent. Gestrest? Dit is een uitermate vervelende situatie. Je wil natuurlijk altijd dat je museum de aandacht trekt, maar niet zo. Moet je kijken. We zijn al de hele dag breaking op CCN. Continuing our breaking story, we're looking at what seems to be the biggest art robbery in history. In the small town of Zapperdam, one of the most famous and one of the most expensive artworks has been stolen from the local museum. Hier, Chinese nieuws. China, serieus? Ja. Yeah. Die Hollanden, jou dat Fuklambolangwa, papa, bij een touwzaai. Jou dat Fukwa. Mevrouw Kim, er is telefoon voor u. Esmeralda, niet nu. Esther, het is de minister-president. Oh. Oké, geef maar hier dan. Meneer Rutte. Hi. Ja, uiteraard. Nationaal belang, helemaal mee eens. Hallo? Hallo? Hij heeft opgehangen. Is dat normaal? Ik weet het niet. Ik spreek hem nooit. Het is een zaak van nationaal belang. Los het op. Waar wacht je op? Overhaast te werk gaan, dat is het domste wat we nu kunnen doen. We moeten eerst goed in kaart brengen wat er vannacht is gebeurd. Heel goed plan. Waar wacht jij op? Op jou. Jij gaat me daarbij helpen. Laten we beginnen bij de beveiliger. Oké. Gerard? Het begon als een gewone avond. Ik werk hier 4 avonden per week als het museum dicht is. En dan check ik de monitor en dat wordt ook vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam gedaan. Dus de Nachtwacht die wordt eigenlijk dag en nacht vanuit meerdere locaties en door meerdere bewakers in de gaten gehouden. Mm. Ik snap er helemaal niets van. Opeens werd ik gewoon licht in mijn hoofd en was ik weg.
Is er iemand die u bedwelmd heeft? Niet dat ik me kan herinneren. Er is wel. Diegene die binnenkwam, die moet al in het pand zijn geweest. Hoe weet u dat zo zeker? Ja, helemaal geen sporen van Braak. Anders loopt hij even mee naar de zaal. Nou, hier zijn dus beveiligingsdraden. Die kunt u nou niet zien, maar samen staan die aan. En dan is het vrijwel onmogelijk om hier door te komen. Nou, ik neem aan dat de bende die hier bezig is geweest zich heel goed heeft voorbereid. Ik wil me natuurlijk niet bemoeien met uw werk. Hè? Ja, dat gaat u toch doen. Ja, u zegt een bende, dat lijkt me sterk. Kijk, als na sluitingstijd het alarm wordt ingeschakeld, dan kunnen hier slechts 2 personen tegelijk het pand in. Als er meer zijn, dan wordt hier alles automatisch afgesloten. En dat is dus niet gebeurd. Wat, wil je nou zeggen dat de nachtwacht door 2 mensen uit het museum is verwijderd? Dat is onmogelijk. Weet jij wel hoe groot dat schilderij is? Om precies te zijn, 363 bij 437. Ja, dat zou ik ook gezegd hebben als ik dacht dat het niet kon, maar tot vandaag. Als eerste hebben de dieven camera's, daar en daar, die gericht staan op het schilderij, zwart gespoten, zodat er helemaal geen beeld meer was. Amsterdam heeft dat opgemerkt en heeft direct met ons contact opgenomen. Ik was buiten Westen. En op het moment dat ze hier kwamen, was het schilderij al weg. In die tussentijd zijn ze dus langs die beveiligingsdraden gekomen, hebben de schilderij opgepakt en zijn ermee weggegaan. En hoe snel waren de bewakers hier? Het is natuurlijk een flink stuk rijden vanaf Amsterdam. Ze hebben direct de politie gebeld. En die waren er binnen een kwartier. Dus binnen een kwartier hebben de inbrekers dat enorme schilderij hier ongezien weggekregen. Respect. Wil jij nou zeggen dat je respect hebt voor die smeerlappen die de nachtwacht hebben gestolen? Oh, nee, natuurlijk niet. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja, het wordt nog veel gekker. Wilt u even mee naar buiten lopen? Nou, dit is dus de enige uitgang van het museum. Ziet u de camera daar? Daar is helemaal niets op te zien op de beelden. Helemaal niets. Het was gewoon een stille avond. Een avond zoals elke andere avond. Zorg dat ik die beelden krijg van die securitycamera's, ja? En de winkelstraat hieromheen? Zijn er geen camera's? Ja, maar daar is ook helemaal niets op te zien. Met zo'n groot schilderij als de nachtwacht, die zou toch zichtbaar moeten zijn? Ik snap er helemaal niets van. Nee, dat is wel duidelijk, stelletje amateurs. Is niet mijn fout. Ik was bewusteloos. Ja, je was verantwoordelijk, dus je had niet bewusteloos moeten raken. Wegwezen. Ben je niet wat te hard voor hem? Ga jij je nou ook nog bemoeien met mijn personeelsbeleid? Luister, mijn kop gaat niet rollen, hè, vanwege dit schandaal. Weet je wel hoe hard ik heb moeten werken om op deze positie terecht te komen? Dus jij gaat je 100.000% inzetten voor deze zaak, anders krijg je met mij te maken en dat wil je niet. Telefoon voor u. Zie je niet dat ik het te druk heb om te bellen met de koning? Koninkheid. Sta je, meid. Majesteit. Ik laat je wel even. Ja, nee, we hebben camera van alle hoeken nodig. Goedemiddag. Oh, meneer Rademaker. Ik heb het filmpje waarom u vroeger naar u doorgestuurd. Het filmpje van de nachtwacht die het ons museum inkomt? Ja, dat was 4 weken geleden. Oké, dankjewel. Ik ga meteen kijken. Ja. Een heel bijzondere dag voor Zappadam. Want onze gemeente mag het spits afbijten in de landelijke tournee die de nachtwacht het komende jaar gaat maken. De eeuwenoude lijst moet gerestaureerd worden en daarom gaat het schilderij op reis. Het zal de komende maanden in elk museum in Nederland te zien zijn. En aan ons, Zappadam, de eer om als eerste dit schilderij, het pronkstuk van de Gouden Eeuw, te mogen ontvangen. Hé, hey, handschoenen aan, hè? Waarom heb je geen handschoenen aan? Ja? Niet op dat... Ja. Ik sta hier naast de dolgelukkige directrice, mevrouw Akim.
Kunt u omschrijven wat er op dit moment door u heen gaat? Nou, ik ben echt ongelooflijk trots dat dit meesterwerk nu in mijn, ons museum hangt. Wat een schitterende dag voor Zapperdam. Ja, we zijn allemaal heel blij en heel trots dat dit schilderij... Ja, we zijn alle beelden van het museum van gisteren aan het bekijken. Mm-hmm. En er is wel iets opvallends. Vertel. Kijk, allereerst was het opvallend druk in het museum. Sowieso al, maar al helemaal voor een doodgewone dinsdag. Heb je iedereen weten te identificeren? Ja, en die persoon die vooraan staat is Jamila. Een hele bekende YouTuber onder de naam Meisje Jamila. Nee, geen idee. Dus? Nou, dan kijken we nu even naar de beelden van de uitgang. Kijk, we zien daar iedereen weglopen, behalve... Kijk, het hele gezelschap komt naar buiten, behalve Jamila. Zij is dus in het museum achtergebleven, ergens in de gang. Ja, en er zijn geen security cameras in de gang, dus waar is ze gebleven? Ze lijkt te zijn opgegaan in rook. Ja. Loop maar even mee naar mijn kantoor, dan kunnen we rustig praten. Goed. Het kan haast niet anders dat ze natuurlijk in die kist zat. Regel meteen een aanhoudingsbevel voor Jamila, ja? Doe ik. Oké, thanks. We hebben er te pakken. Hey. Hey, ik heb geen foto's maken. Nee. Ja, hallo. Ik ben op zoek naar rechercheur Lucas Rademaker. Oh, dat kan niet. Hij is druk bezig. Ik geloof dat jij me niet helemaal begrijpt. Ik eis dat ik rechercheur Lucas Rademaker nu te spreken krijg. En anders krijg jij hele grote problemen met mij. Wie bent u dan wel niet? De directrice van Museum Zapperdam. Oh, oké, ja. Ik herken u nu. Oh, oké, ja. Mevrouw Kiem, dacht al dat ik u hoorde. Hé, hey, wat bedoel je daarmee? Dat u een hele krachtige, haar prachtige stem heeft. Wat kan ik voor u doen? Ik hoorde dat Jamila was opgepakt. Oké, het nieuws gaat snel. Dat klopt. Maar ik kan er geen mededeling over doen. Ik ga nu beginnen met het verhoor. Ja, daar ben ik bij. Zeg, hebben jullie verse cappuccino of alleen maar van die gore automatenprut? Anders ga ik nog even snel langs dat koffietentje. Sorry mevrouw Akim, maar derden mogen niet bij een verhoor zitten. Wat een onzin. Ik ben helemaal geen derde. Ik ben een eerste. Dit is een buitengewone zaak en daarvoor zijn buitengewone acties vereist. Als je dit wil oplossen, zul je een beetje buiten de lijntjes moeten gaan kleuren, Lucas. Leuk idee. Gaan we niet doen. Dag mevrouw Akim. Hey. Hallo. Dag Jamila. Zit je dan? Ik ben zo benieuwd wat jij te vertellen hebt. Ik hoorde dat jij gelijk hebt toegegeven dat jij de nachtwacht hebt gestolen. Klopt. De roof van de eeuw. Die heb jij op je geweten. Nou, ik was niet alleen hoor. Nee, we waren met z'n zevenen. Zeven bekende influencers. Wat? Lucas, ik heb een vingerafdruk gevonden. En die moet wel van een betrokkenen zijn. We hebben een match. Het is een hele grote YouTuber. Maar wie? Laat zien, wie is het? De politie! Zuurveld. Ik was undercover tijdens de persconferentie. Ik zou één van die zeven influencers zijn van de nachtwachtbende. Ja, ik werd eruit gegooid. Kon niet dronen. Belachelijk. Maar ja, nu ga ik ze pakken. Stuk voor stuk. Wil ze allemaal. Ze gaan hier niet mee wegkomen. En jullie gaan mij helpen. Ga naar zapdetective.nl en ga mee met mijn zoektocht naar de bende.